Wat een leuke jas heb je aan, Jelle. Dankjewel. Het is jouw jas eigenlijk. Het is mijn jas. Want je hebt een shirt onder wat je niet wil laten zien. Precies. Dus dan doe ik een jas aan. Doe je een jas aan? Je hebt een jas voor de kapsel. Wat is er met je shirt dan? Het is gewoon een shirt dat ik niet op camera ga laten zien. Maar het is een bijzonder shirt. Het is een heel bijzonder shirt. Ja. Zijn jullie ook zo benieuwd wat voor shirt hij aan heeft? Ja. Hij wil het niet laten zien. Nee, ik ga het niet laten zien. Dus. Vet. Hey, deze GameKings Extra gaat niet over jouw shirt. Nee. Hij gaat over de Humble Bundle. Onder andere. Ja, want die heeft Dennis vandaag aangekondigd. Dennis van 2K heeft speciaal naar onze persbericht gestuurd met check deze, nou eigenlijk was het Humble Bundle zelfs natuurlijk. Ja. Humble Bundle. Dit is nu de Humble Borderlands Bundle. Ja. Moeilijk om dat te zeggen. Ja, Humble Indie Bundle. Dat is een, dat bekt lekker. Is dat, weet je, dat maar het niet indie. Ja, maar nee, maar het was vroeger, weet je, de Humble Indie Bundle, daar ken ik het van. Maar nu is het de Humble Borderlands Bundle. Ja. En wat is het idee? Je mag betalen wat je wil. Dat is met die Humble Bundles zo vaak. Vanaf een dollar. Ja. Vanaf een dollar, inderdaad. Maar als je een bepaald bedrag betaalt, krijg je weer meer. Nou goed, ik heb eventjes erbij gepakt wat je allemaal krijgt. Oh, dat heb je gewoon gedaan. Dat heb ik gewoon gedaan. Uit het persbericht van Dennis de Bruin. Ja, ik heb hier beste Boris. Hallo. Dat is echt van Dennis. Ja, daarom. Ja, dat zeg ik toch. Jezus. Ja. Hij heeft dat aangekondigd vandaag. Wat grappig. Ja. Ja, wel, want er gaat een gedeelte naar de ontwikkelaar en een gedeelte gaat naar de charity natuurlijk, wat een Humble Bundle is. Daarom, inderdaad. Maar goed, wat krijg je als je een dollar betaalt? Je krijgt je Borderlands, de Zombie Island of Dr. Ned add-on campaign, Mad Moxie's Underdome Riot add-on campaign, de Secret Armory of General Knox add-on campaign. Dan is het natuurlijk een bepaalde gemiddelde prijs die de Humble Bundle opbrengt. Betaal je ook maar 1 cent meer dan de gemiddelde prijs, dan krijg je ook nog Borderlands 2 met de Psycho Pack add-on, Macromancer Pack add-on, Creature Slaughter Dome add-on en een coupon voor 75% korting op Borderlands de Pre-Sequel. Nou, dat is dus als je $15 of meer betaalt. Nee. Dat is nog later. Nee, dit is als je meer dan het gemiddelde. Meer dan het gemiddelde. Je hebt dus $1, meer dan het gemiddelde. Dan krijg je dus Borderlands 2 erbij. Want anders is Borderlands 1 trouwens ook bij de eerste. Ja. En als je meer dan $15 betaalt, dan krijg natuurlijk nog steeds heel weinig is. Nou ja, dat weet ik niet. Maar dan krijg je Borderlands 2 de Season Pass. Which includes all 4 add-on campaigns. Captain Scarlet and a Pirate's Booty. Mr. Torque's Campaign of Carnage. Sir Hemlock's Big Game Hunt. En Tiny Tina's Assault on Dragonkeep. Ja. Verder krijg je Headhunter 5 Son of Cromerax add-on, de Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 en een coupon voor 25% korting op de merchandise in de 2K store. Plus die 75% ook nog eens op de pre-sequel. Dat is het ding, je krijgt alles van wat we al op hadden genoemd. Ja. Behalve, maar dat is voor $15 krijg je, op PC natuurlijk wel, krijg je Borderlands 1 alles, Borderlands 2 alles en 75% korting op de pre-sequel. Ik zie bij zijn dode vogel liggen. Ja. Zag je hem ook dood vliegen? Hij is niet dood, zie je het? Jawel, hij waait gewoon. Nee. Denk je dat dit een teken is? Een teken voor? Nou, even kijken hoor, of hij echt dood is. Jawel, hij wappert gewoon. Ik denk dat het de wind is. Ik hoop niet dat hij nog ligt te spartelen namelijk, want anders liggen die mensen daar. Ze zijn heel koelbloedig, staan ze daar. Zullen we even kijken of het, hoe het met de vogel gaat? Hij is wel dood. Denk je wel, ja? Ja, dat denk ik wel. Denk je niet dat het een teken is? Ik heb namelijk geleerd dat want het is een kraai, denk ik. Ja, wat is het, een raaf? Een kou. Een kouwtje, ja. Die staan, dat is een hele symbolische vogel. Voor? Nou, heel veel culturen hebben symboliek met vogels. Ja. En inderdaad, dood, ziekte, dat soort dingen. Dus je gaat hem aanraken en dan ga je ook ziek worden. Ga je ook dood, net als die vogel. Nou, het kan ook geluk brengen, omdat het de dood verdrijft. Dus als jij hem weer leeft, als jij hem reanimeert? Nee. Het kan zijn dat een dode kou geluk brengt. Ja, dat is sommige culturen. Sommige culturen in je hoofd ook natuurlijk. Want anders in mijn hoofd? Ik weet het niet. Wil je hem reanimeren of niet? Nee, ik denk het niet. Het ziet er niet uit of het geluk brengt. Nee, het ziet een beetje zielig uit. Maar dat dus. Maar ik vind dat, voor $15... Kijk, en dan krijg je, hoeveel is Borderlands de pre-sequel? Nou, laten we zeggen dat die nog €50 is. Maar weet je wat het is? $12,50 heb je dus voor $22,50 heb je de hele Borderlands-serie.
Ja, ik ga even hier staan, want dan hoef je niet tegen het licht in te filmen. Maar de hele Borderlands-serie is leuk, maar ik vind Borderlands 2 de beste game. Ja, maar ook die is alleen al €20, zou ik er zo voor neertellen nog. Ja, behalve dat je de save game feature verrot is. Ik had Borderlands 2 uitgespeeld, het was mijn save game weg. Ja, ik geloof dat nog steeds niet. Ik denk nog steeds dat je ergens je character hebt geswitcht. I wish, het kan niet. Bij de pre-sequel kun je character switchen en dan kun je meerdere character saven. Ik speelde Borderlands 2 uit en ik had echt gewacht met de laatste missie. Ik was echt geleveld, ik had alle wapens, ik was echt super moeilijk in die game. En vervolgens speel ik de game uit en echt, ik was zo sterk dat gewoon die eindbaas was echt zo woes dood, weet je. Ik was gewoon echt de man. Ja, en je wilde hem opnieuw spelen? Nou, er stond gewoon van, als je hem nu opnieuw speelt, dan ga je verder met je character. Ja. Dus ik zal lachen, weet je. Dus ik ga naar het hoofdmenu, start nieuw game, boom, nieuw character, level 0. Ja. En toen was alles weg. Ja, dat is heel gek. Het was niet gek, het was gewoon gekmakend. Zei start nieuw character, zei je? Ja, weet ik het. Je start nieuw game en dan heb je gewoon een nieuw character. Ja, ja, het is echt extreem kut. Dat is alles weg. Ja. Want bijna 100 uur heb ik in die game gesproken. Ja, toch wel. En hij was vet. Dus was het €20 waard, die 100 uur alleen al. En dan krijg je ook nog één. En ja, maar ik had nog wel even door willen. Want ik had nog allemaal side missies openstaan. Ja. En ik vind toch Dennis de Bruin van 2K, als je dit ziet. Ik support je Humble Bundle actie, maar... Ik weet het niet, man. Je is niet goed gegaan met die save game feature in Borderlands 2. Eigenlijk ben je Boris 100 uur Nou, dat ook niet, want ik heb wel plezier gehad eraan. Het is gewoon, ik wil mijn save game terug. Dat wil ik gewoon. Ja. Ja. Wist je trouwens ook dat Fallout, dat is namelijk een ander nieuwtje, wat ik wel interessant vond. Ja. Dat die op 30 frames gaat runnen. Gewoon standaard van... 1080p. Ja, 1080p, ja. 30 frames. Ja, dat is natuurlijk de hele... Waarom geen 60 frames? Maar dat is natuurlijk het ding nu, weet je, alles moet 60p, ja. 1080. Want Horizon Zero Dawn gaat ook gewoon 30p runnen. Dus ik denk dat dat een nieuwe standaard wordt, net als tv. 30 frames per seconde. YouTube namelijk is ook gewoon 30 frames per seconde. Vimeo. Weet je, 30 frames per seconde is prima. Ja, toch? En ik snap wel dat mensen zoiets hebben van, ja, ik wil het liefst 120 frames per seconde. Voor een race game. Voor een shooter en je bent een e-sport speler, ja, dat is leuk. Maar als ik heel eerlijk ben, fuck die shit, weet je. Ik wil gewoon een vette game ervaring, ongeacht het aantal frames. Ja. En als het hoeveelheid frames te laag is, dan vind ik het geen vette game ervaring. En veel hoger. Als je dan niet meer opvalt, dan maakt het ook niet meer uit. En Fallout, dus dat maakt toch geen fuck uit. Fallout is niet een game die je op 60 frames per seconde hoeft te spelen. Nee, maar het was een nieuwtje en ik denk van, we spuwen even onze mening eraf. Ah, oké, nou, bij deze beschouw mijn mening gespuwd. Ja. Ja. Nice. Leuk. En nu? Ga jij naar die vogel om te reanimeren? Ga ik mijn jas uitdoen en weer werken? Maar dan kunnen mensen zien wat je voor t-shirtje aan hebt. Ja, maar dan is de camera al uit. Nee, ga je het laten zien? Nee. Het is echt sick dat je dat aan hebt getrokken. Ja. Alleen zieke gasten dragen zo'n shirt. Bizar. Nou goed, doei.